Goedemorgen, het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. En de zon schijnt weer. Yay. En wat een planning, ja. Ik wil naar Den Haag, naar de stad. Maar ik heb weer niet zo'n beste nacht gehad. Of slechter als gisteren. Dus ik moet even kijken of ik het aan kan. En anders gaan we wat andere kleine dingetjes doen. Dus, maar ik ga het eerst medicijnen nemen. Want ik zie een beetje schil, geloof ik. Belichting. Dus... ja, maar even lekker genieten. En zeker van het zonnetje. Ik hoop niet dat het al te koud is. Maar ja, het zal wel weer. Want volgens mij is het gaan vriezen vannacht. Dus, maar goed, medicijnen. En we hebben weer een simpel outfitje aan. Gewoon zwart dinges. En die fantastische spijkerbroek. Het is ondertussen 11:45 en Jut en Jul gaan de hort op en ik ben overbelicht. Lekker. Het zonnetje schijnt nog, dus we gaan even de stad in. Proberen, want ik heb bijna mijn poot. Wauw. Niet te doen, slecht verhaal. Nou, ze doen is het nog over het wc. Daar is Snotkop. Hallo. Heb je er zin in? Ja hoor. Bleek scheet? Ja. Was dit niet zo lekker in de vel? Nee. Nee, maar ik kom omdat ik niet lekker ben. Nee, je bent niet lekker, maar is het dan wel verstandig om weg te gaan? Ja, dat is wat handig. Ik had al. Shoppen makes a girl. Toch verder. Let's go. En we zijn gezellig in de parkeergarage van Den Haag. Hola die, zoek de uitgang. Ik verdwaal hier altijd. En dit moment in Maren. Is het er eentje druk? Ik was hier met papa ingegaan omdat hij zijn ding overgaat. Ik heb dit wel, Bershka, 70% korting. Oh, hier was ik even rond opgegaan. Met Chelsea. We zijn lekker in Den Haag. Mooie stad, achter de Denne. Ik weet niet wat ik kan doen, maar ik weet het. Soms. Hoor je naam doen. En ons doel is ons richt. De passage. Fun. Hoe is het plek ook? Dat is de mekking. En we zijn ondertussen weer thuis. En ik ga op de keuken terug uit hangen. We eten wraps. Ik eet wortelwraps. Met taco gehakt. En weet ik het niet allemaal. Lekkere feestmaal. Mijn baby en ik zijn vandaag 23 jaar samen. Yay! Ja, ik wilde nog wat kopen voor hem in de stad, maar ik kon niks vinden. Dus ik heb nog een lekkere vette tompoes gehaald. Vind je altijd lekker van Hema. Dus. Maar goed, ik ga nu even dat gehakt pakken. En ondertussen ga ik even foto's inladen en bewerken. Want we hebben echt mooie foto's gemaakt in de stad. Dus. Ja, leuk. Er staat als goed is al een blogpost. Nee, ja, weet ik niet. Anders komt er nog een blogpost over. Dus, let's go. Het eten is klaar. Lekker. Zo, ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Het is bij 7e. Ik vind het wel welletjes geweest. Een beetje gaar. Maar wel een lekker dagje gehad. Lekker even naar de stad geweest. Lekker geslenterd. Leuk. Dus, mooie foto's gemaakt. Dus kunnen we even vooruit. Ja, morgen naar het ziekenhuis. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Dus ja, maar dat zien we morgen. Dus, fijne avond. Zie je morgen. Doei. Een hele goede morgen. Het is weer maandag. Fucking vroeg. En we zijn klaar om naar het ziekenhuis te gaan. Hebben we er zin in? Nee, natuurlijk niet. En volgens mij is het nog reet koud ook. Dus ik ga het even mijn eigen flink dik aankleden. En dan ga ik heel even gaan een broodje halen. En dan ga ik door naar het ziekenhuis. Dus let's go. We gaan gezellig naar het ziekenhuis. Olé, olé.
ben even langs Action geweest en ik heb even een bullet journal voor mezelf gekocht en eentje voor Ras. Ik heb het al eens gedaan, maar omdat ik zo chaotisch in mijn kop was, ben ik ermee gestopt. Maar ik ga weer beginnen, dus ik ben benieuwd. Tips en ideeën zijn welkom. En ik parkeer jullie weer lekker in de keuken. Even een update, want ik heb niet meer gevlogd naar het ziekenhuis. Maar deze moeder kwam gelukkig een ziekenhuis uit. Ja, een hele fijne arts. Dat had mijn huisarts al gezegd, want ze hebben schijnbaar samen gestudeerd. Dus zij kennen hem al, dus dat was heel fijn. En even met de man zitten kletsen en hij had al even mijn voorgeschiedenis doorgenomen voordat ik kwam. Ook heel fijn. En hij is gaan brainstormen en gaan doen en we zijn tot de conclusie gekomen, we moeten eerst het vitamine D omhoog krijgen. Want dat staat natuurlijk belachelijk laag. Dat gaan we doen met medicijnen. Die moeten alleen besteld worden uit Zwitserland en uit Oostenrijk. En dat duurt een week of zes. Oef. Dus die ga ik morgen bestellen. En dan in april krijg ik mijn eerste shot. Ik zal het zeggen, want het gaat via injecties. Dan beginnen we even laag mee, want we moeten natuurlijk even kijken hoe alles erop gaat reageren. En als ik daar een beetje goed op reageer, dan gaan we het opbouwen, opbouwen, opbouwen. En als mijn vitamine D dan stabiel is en ook vasthoudt, want dat is natuurlijk ook een issue met mijn lichaam, dat het natuurlijk niks vasthoudt, niks opneemt, noem maar op. Als het dan stabiel is, dan gaan we weer medicijnen uit Zwitserland halen om mijn botten sterker te maken. Dus ik heb eindelijk een keer iets te horen gekregen van positiviteit in plaats van alleen maar ik kan je niet helpen. Eindelijk. Ja. Dat houdt niet weg dat ik van mijn crashjes af ben, want dat is een ander onderdeel. Er was nogal wat verwarring over op social media. De pijncrashjes en zo staan los van mijn botten. Dus daar moet ik dan nog wel even gewoon mee omgaan. Maar die botten moeten wel, ja, gefixt worden, want die brokkelen steeds meer af en ja, what's next voor gebreken? Niks hoop ik, maar je moet wel je achterhoofd houden, want we willen natuurlijk nu gaan voorkomen, dus dat kunnen we nu gaan aanpakken. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, dat is even een last die van mijn schouders afvalt, echt waar. Ja, crashes neem ik nog wel even lief, maar er wordt nu even één ding is al aangepakt. Love it. Dus. Maar goed. Verder niet veel gevlogd dus. Ik ben even naar Action geweest. Ik heb even het kaars gehaald. Ook zin in. En bullet journal in. Waar ik aan ga beginnen. En dan ga ik zo rustig aan mijn eten beginnen. Ik eet shitload en champignons met een gebakken ei. Ras eet tosties en Ron eet ook een gebakken eitje. Dus. Dat is de planning, dus zal er niet veel gevlogd meer worden. Maar ik wil dit nieuws even delen met jullie. Dus, maar misschien kom ik daar nog even terug. You never know. Ik had al eerder aangegeven niet meer veel te vloggen en dat heb ik dus ook niet meer gedaan. Nee. Overbelicht. Nee, het is nu 5:07. Ik ga het even lekker gauw douchen. Dan ik lekker mijn bedje in. Het was een spannende dag, maar met goed nieuws. Maar toch ook wel weer met een zwart randje, want mijn mama is vandaag jarig en dat mis je dan nog toch wel even. Dus, maar goed, voor deze ga ik de... staan een kind wou op de trap. Yo! Redback. Dus. Oké, doei. Ik ga de vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Nee, niet veel. Ik heb morgen ook een hoop afspraken. Dus doe mijn best. Nou, ik ben afgeleid, zie je dat? Zie je morgen. Doei. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Ik was even de weg kwijt. Ik heb al dingetjes gedaan. Ik ga nu even mijn huis doen en dan ga ik boodschappen doen. Dan ga ik aan het werk en dan heb ik een afspraak. Dus ik heb hier niet veel te vloggen vandaag.
Sorry. Ja, misschien dadelijk met eten klaarmaken, voorbereiden. Want dat moet ik voor de afspraak maken, want dan kan ik na de afspraak gelijk eten. Dus dan kom ik dadelijk weer bij jullie terug. Dus. Ik ging naar de toko voor mijn spulletjes voor vanavond, de mihoen met kip. En dan loop je daar langs het restaurant en dan ben je gewoon weer de lul. Kon ze niet laten liggen. Zo lekker. Nu gaan we echt lunchen. En ik heb jullie weer gezellig in de keuken geparkeerd. Want we gaan even in op een verhaaltje. Nou ja, verhaaltje. Het was meer een vraag op de website. Van hoe ga je nou met negatieve dingen om, zeg maar. Mensen die naar je kijken op straat en ook online. Want geloof me, online zijn het ook geen lievertjes. Nee, ik ben ook geen lievertje. Maar je wordt op een gegeven moment wel hard online, moet je vertellen. Maar dat moet ook wel. Want anders loopt Jan er allemaal over je heen. En volgens mij is dat ook niet echt de bedoeling. Lijkt mij. Maar goed, hoe ga ik daarmee om? Ja, in het begin, als ik dan ergens iets negatiefs las of ik kreeg negatieve comments. Ja, dan flipte ik hem gewoon. Dan ging ik gewoon compleet door het lint. What the fuck? Mensen kennen me niet. En hoe durven ze? En ik ging er dan ook gewoon radicaal tegenin. Stom, I know. Nu tegenwoordig heb ik echt zoiets van... Jij kent mij niet. Ja, je kent me van YouTube, je kent me van de site. Maar je kent me niet in real life. En je ziet maar stukjes online. En je ziet niet het complete plaatje van mijn leven, van ons leven. Dus wat is iemands recht om daar zomaar over te oordelen, vind ik dan. En dan ook nog soms op een hele grove manier. Ik denk van wauw, als je mijn kind was geweest, ik weet het niet, maar ik denk dat ik je luchtpijp had dichtgeknepen, als ik het zo op z'n Haags mag zeggen. Dat doe je gewoon niet. Je gaat niet zomaar iemand beoordelen op uiterlijk of wat dan ook. Dus ja, daar had ik in het begin wel onwijs moeite mee. En nu heb ik echt zoiets van... Tuurlijk is het niet leuk, want ik heb ook gevoel. En als je sommige negatieve reacties leest of negatieve reacties in een winkel of op straat krijgt, dan denk je... Wow. Why? Nee. Maar ja, goed. Ik ben vroeger ook zo geweest. Maar ik ben de laatste tijd wel gaan... Of de laatste tijd. Naarmate je ouder wordt, ga je echt wel nadenken over dingen. En ja, iedereen heeft gevoel. En of je nou dik, dun, hazellip... Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Oordeel niet over anderen. Als je ze niet kent. Of wat dan ook. Ja, toch? Dus ja... Maar het is wel moeilijk om daarmee om te gaan. Nou ja, vond ik dan tenminste. Ja. Dan heb ik ook nog mijn kinderen natuurlijk, ja. Die worden ook ouder, ja. Die houden ook de smoel niet meer dicht nu. Om het zomaar te zeggen. Dus ja, die gaan er gewoon compleet tegenin af en toe. Is misschien niet altijd even handig, maar ja. Dan heb je het weer. Hun laten rijgen ook niet afzeiken. Laat ook de moeder niet afzeiken. Zowel niet online als in het dagelijks leven. Hoe gaan jullie dan met negatieve dingen om? Als je kritiek krijgt of zomaar uitgekafferd wordt terwijl mensen je niet kennen. Hoe sta jij er tegenover? Hoe handel jij dat? Ik heb nu echt zoiets van, nou ja, goed. Kijk er maar doorheen. Het zegt meer over de persoon zelf dan over jezelf, zeg ik maar. Toch? Lijkt mij. Tja. Maar goed, het is niet altijd even leuk. En ik heb er echt wel eens nachten van wakker gelegen, gewoon in het begin. Dat ik denk, wauw. Waarom haten mensen mij, terwijl ze me niet kennen? En achteraf wel echt zoiets van... Maak jij druk om? Je kent die mensen niet. Zij kennen jou waarschijnlijk beter dan jezelf. Maar goed. Nou. Dat is lastig. Maar ja, dat heb je nou eenmaal als je op het internet zit. Laten we eerlijk zijn. Dan moet je je smoel niet op het internet zetten. Maar dan nog vind ik dat mensen gewoon de fatsoenlijkheid moeten hebben om gewoon rekening te houden met andermans gevoelens.
Echt waar. Dus ja, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenover staan. Of hoe jullie dat handelen. Dus dat is weer een vraag van mij naar jullie. Hm? Lekker zeg. Jullie stellen de vragen en ik stel ze weer terug. Dadelijk weer een belangrijke afspraak. Waar ik ook niets over kan zeggen. En heeft niks met de site te maken. Het heeft gewoon puur met het gezicht te maken. En nee, daar kan ik gewoon niet op ingaan. Saai hè? Echt wel saai. Maar ja, goed, omdat ik die afspraak heb, moet ik dus nu al mijn eten gaan voorbereiden. Dus, want ik zou zatensoep maken vandaag. Maar nee, dat doen we morgen. Dus ik eet vandaag mijn hoentje met kip. Koontje eet tosties. En de meiden eten wraps. Dat had ik nog over. En dat vinden ze wel lekker. Dus dan doen we dat. En dan maken we morgen zaterdag. Ja. Het recept daarvan staat online. Het recept van de kip en de hoen staat ook online. Dus. Verder nog te melden. Nou ja, ik zit nog even over de negativiteit te kletsen. Of te brainstormen. Ja. Blijft een issue. En ik ben het niet alleen hoor, want er zijn meerdere bloggers die gewoon echt onder de loep worden genomen en door de stront heen getrokken worden, om het zo maar te zeggen. En dan denk ik, is dat een jaloezie? Of kijk, dat mensen niet jaloezie, ja, jaloers zijn op mij, dat is natuurlijk logisch. Want mijn leventje wil je niet, maar een gedeelte daarvan niet. Ik heb ook een leuk leven. Vergis je niet. Het is niet alleen maar drama, jongens. Laten we even eerlijk zijn. Ik heb een geweldige vent. Ik heb geweldige meiden. What do you want more? Geen snee in je vinger. Trut. Dus. Maar goed. Ik ga kijken verder. Even snijden en plakken en doen. En... Dus dat is leuk, hè? Dan denk ik, kom, ga makkelijk eten. Uiteindelijk eet ik het nog het moeilijkste. Maar dat komt omdat ik natuurlijk niet even zomaar even een tosti kan eten. Dat is dat, hè. Daar baal ik nog steeds van. En ik vind het zo lekker. Gewoon lekker vette tosti. Met kaas en ham. En kruiden ertussen. Oké, gaan we lopen zeiken doen door. Dus, maar goed. Als er meer ideetjes zijn. Of vragen zijn. Let me know. Hier beneden in de comments. Reacties. En houd wel netjes. Want nogmaals, ondanks dat ik een Haagse blaaskikker ben, heb ik gevoel een grote bek en een heel klein hartje. Dus, ik ga even opschieten, want mijn vent komt weer thuis en moet ik weer. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Nogmaals, ik had aangegeven niet veel te vloggen. Druk, hoop afspraken. Dus, maar goed. Er komen weer een drukke dagen aan. En volgende week is vakantie. Dus kan ik lekker met de meiden door op. Dus de volgende vlog wordt weer wat voller. Maar in ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei!